Voor deze raadscommissie. Ik zie dat onze schepen er ook bij is. Goedenavond, schepen. Geef ik u eerst het woord of doet u nadien een tussenkomst? Misschien gewoon heel kort. Welkom iedereen. Ik ben blij dat we deze raadscommissie hebben, want het sociaal beheersrecht is iets waar we eigenlijk al een ruime tijd mee bezig zijn. Dat is ook nog iets van vorige legislatuur, herinner ik mij, in het Vlaams parlement. Dat in het verleden al bestond, maar dat geen enkele gemeente of geen enkele stad in Vlaanderen daarmee aan de slag is kunnen gaan. En ik herinner me ook dat dat toen unaniem op regeringsniveau en parlement gekeurd, dat steden en gemeenten daar eindelijk mee kunnen aan de slag gaan. En dat wij als stad Sint-Truiden daar, denk ik, toch wel een van de pioniers zullen zijn om dat sociaal beheersrecht toe te passen. Dus wat dat precies inhoudt en hoe we dat precies gaan doen, graag het woord aan al de experten die hier in de vergadering zitten. Dank u, schepen. De experten zie ik zitten. Ik dacht dat mevrouw Bogaert, Delphine Bogaert, de uiteenzetting zou starten. Klopt dat? Dat klopt. Ik voilà, zal, alsjeblieft. Ik zal intussen nog de presentatie delen. Zo. Neem aan dat iedereen het goed kan zien intussen. De presentatie. Ja. Het is inderdaad vandaag raadscommissie omtrent de toepassing van het sociaal beheersrecht. In een notendop, wat houdt dat sociaal beheersrecht juist in? Nu, het sociaal beheersrecht dat stelt de gemeenten in staat om het beheer van een woning tijdelijk af te nemen van de eigenaar, om een woning te gaan herstellen en in te zetten als een sociale woning, dus sociaal gaan verhuren. Het eigendomsrecht die blijft behouden door de eigenaar, maar die eigenaar die gaat tijdelijk het genotsrecht en, verliezen en ook het recht om die woning te gaan beheren. Toestemming van de woning van de eigenaar is daarvoor niet nodig. En het sociaal beheer duurt ook minstens 9 jaar, wat toch wel aanzienlijk is en toch wel heel ingrijpend is voor de eigenaar. Die sociale verhuring die gaan wij doen via een partner, uiteraard nadat de nodige werken zijn uitgevoerd en nadat die woning helemaal in orde is gezet en een conformiteitsattest heeft bekomen. Wanneer 9 jaar niet volstaat om de renovatiekosten en de beheerskosten terug te verdienen voor de stad, gaat die verhuurtermijn ook verlengd worden. Het doel van het sociaal beheersrecht is verder inzetten op de activering van niet benutte woningen en uiteraard ook om het woningpatrimonium van de stad te gaan verbeteren naar kwaliteit toe en uiteraard ook het aanbod van betaalbare woningen gaan uitbreiden, omdat de woningen die in sociaal beheer worden genomen allemaal worden ingezet op de sociale huurmarkt. Om heel volledig te zijn, hebben wij hier ook nog opgenomen wat de juridische grond daarvan is voor het sociaal beheersrecht te gaan toepassen. Er is een besluit van de Vlaamse regering opgesteld in 2019. En het sociaal beheersrecht is ook opgenomen in de Vlaamse Codex Wonen, die nu in 2021, 1 januari 2021, is de vernieuwde versie van kracht gegaan. Ook een belangrijke is dat de renovatiekost binnen de grenzen moet liggen van de simulatietabel voor sociale woningbouw. Dus dat wij daar niet zomaar kosten in kunnen gaan maken die dat wij zelf helemaal gaan willen of kosten die de pan uitzwingen. En we zijn daar wel begrensd door die simulatietabel. Welke woningen komen daarvoor in aanmerking? Uiteraard niet alle woningen komen daarvoor in aanmerking, omdat het toch een heel ingrijpende gebeurtenis is. Kan het sociaal beheersrecht ook alleen maar worden toegepast op woningen die minstens 2 jaar zijn opgenomen in het leegstandsregister, het verwaarlozingsregister of op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen? In theorie komen die allemaal in aanmerking, maar we hebben wel besloten om woningen met een vrijstelling van heffing op die stedelijke registers, om die buiten beschouwing te laten. Omdat die eigenaars uiteraard dan bezig zijn met die woning opnieuw te gaan activeren en we willen hun daar ook wel de tijd voor geven om dat in orde te brengen. En vandaar dat we die niet zullen mee opnemen. We willen ons vooral richten op de woningen die al langdurig opgenomen zijn in de registers en waar de eigenaars gewoon geen stappen in ondernemen
om die woningen ook opnieuw op de markt te gaan brengen. We hebben, om jullie een idee te geven over hoeveel woningen dat het gaat, hebben wij hier een overzicht opgenomen. Het is wel belangrijk om te vermelden dat die registers die zijn continu in verandering. Elke dag wordt daarin geschoven. Dus voordat wij de brieven gaan uitsturen, zal natuurlijk de laatste nieuwe lijst getrokken worden en die cijfers kunnen dan ook wel wijzigen ten opzichte van wat hier in de presentatie opgenomen is. De potentiële woningen, dus die in aanmerking komen, dus de woningen die minstens 2 jaar zijn opgenomen en die ook geen lopende vrijstelling hebben, die gaan wij allemaal aanschrijven met een brief waar dat wij gaan opnemen wat het sociaal beheersrecht juist is, dat zij daarvoor in aanmerking komen. Ook met het verzoek om ons te laten weten wat hun plannen zijn met die woning. En we hopen toch dat door het versturen van die eerste brief ook al een aantal eigenaars in gang gaan schieten en een woning zelf al gaan renoveren of activeren en opnieuw op de markt gaan brengen. Uiteraard gaan we daar ook wel de mogelijkheden in opnemen van ons woon-energieloket en technisch advies, dat zij beroep kunnen maken op die ondersteuning. De prioritaire lijst van woningen voor sociaal beheer hebben wij voorlopig, weer voorlopig omdat die registers steeds in verandering zijn, hebben wij voorlopig ook samengesteld. Want de brieven die worden verstuurd naar alle woningen die in aanmerking komen, maar de woningen die wij uiteindelijk zouden eventueel in sociaal beheer gaan nemen, die moeten daar ook wel objectief uitgefilterd worden. Wij mogen niet zomaar lukraak uit die hele lijst gaan kiezen, die wel of die niet. Wonen Vlaanderen zegt ook, jullie moeten objectief kunnen gaan aantonen waarom voor een bepaalde woning uit die grote lijst gekozen is om die dan in sociaal beheer te gaan nemen uiteindelijk. De criteria die wij hebben vooropgesteld, heeft allemaal te maken met ook knooppuntwaarde en voorzieningenniveau, dus woningen die goed gelegen zijn voor de sociale bewoner die daar uiteindelijk zal gaan intrekken. En dan uiteraard ook, we gaan langdurig op de registers. Zoals we al hebben verteld, meer dan 2 jaar op de registers die komen in aanmerking. Maar wij gaan eerst en vooral kijken naar de meest langdurige woningen. Dus de woningen die al 5 jaar zijn opgenomen in register van leegstand en die daarboven ook nog verwaarloosd is, die gaan wij prioritair gaan bekijken of dat die in aanmerking komen. Als ze dan ook nog goed gelegen zijn, zullen we die gaan onderzoeken. Hoe gaat dat dan concreet juist in zijn werk gaan? Na die eerste brief die alle eigenaars hebben gekregen, gaan wij dan vanuit die lange lijst naar die aantal woningen komen die voor ons interessant zouden zijn om het sociaal beheer te gaan toepassen. En die aantal woningen die daaruit voortkomen, uit die objectieve criteria, daar die eigenaars van die woningen, die zullen ook nog een bijkomende brief krijgen waarin wordt vermeld dat wij geïnteresseerd zijn om die woning in sociaal beheer te gaan nemen en dat onze woningcontroleur een woningbezoek zal doen aan een woning om een eerste inschatting te gaan maken van de staat van die woning, wat de renovatiekost zou zijn. En ook gaan kijken of daar zeker geen vergunningsplichtige werken in nodig zijn, want ja, dat maakt meestal de renovatiekosten hoger en doorgaans is daar dan ook de medewerking van een architect voor vereist. En ja, dat zal dan sowieso niet meer passen binnen de kosten die mogen gemaakt worden, ook in die simulatietabel. De eigenaars hebben uiteraard ook een hoorrecht, zelfs een hoorplicht, voordat de stad een beslissing zal nemen. Binnen de 6 maanden nadat wij hebben bekendgemaakt dat wij geïnteresseerd zijn in die woning, zal de stad ook een beslissing moeten nemen of ze die woning al dan niet in sociaal beheer zal nemen. Die beslissing die wordt uiteraard ook verstuurd aan de eigenaar. Wanneer beslist is om een woning in sociaal beheer te gaan nemen en die beslissing is betekend aan de eigenaar, wordt die beslissing ook overgeschreven in het register van hypothecaire openbaarmaking. Moet binnen de 4 maanden gebeuren nadat sociaal beheersrecht is gevestigd op die woning.
En dat gebeurt via een akte waaraan de burgemeester authenticiteit verleent. Is een technisch weetje, maar we hebben het voor de volledigheid toch hierin opgenomen. Wanneer alle formele vereisten in orde zijn, kunnen we het sociaal beheersrecht ook effectief gaan uitvoeren. In theorie kan dat vanaf de gemotiveerde beslissing van de stad aan de eigenaar betekend is. Dus zelfs wanneer een beroep zou ingediend worden, want de eigenaar heeft 3 maanden de tijd om een beroep heeft een maand de tijd om in beroep te gaan en de minister heeft dan 3 maanden om te beslissen. Maar zelfs wanneer een beroep zou worden ingesteld, mag de stad het sociaal beheersrecht gaan uitvoeren. Uiteraard is het natuurlijk ook wel nuttig om te kijken wat juist in dat beroep wordt gezegd. Want is de kans groot dat dat beroep wordt aanvaard, is het natuurlijk ook logisch dat we daar nog geen kosten in gaan maken in die woning. Vervolgens zullen wij opnieuw ter plaatse gaan in die woning om een concrete meetstaat te gaan maken voor de uit te voeren werken. Dat eerste woningbezoek, daarin wordt natuurlijk ook al gekeken welke werken nodig zijn, maar dan wordt er nog geen concrete meetstaat gemaakt. Dan is dat meer een schatting. Dit tweede woningbezoek is echt concreet een meetstaat waarin alles wordt becijferd. En die meetstaat is ook nodig om die werken te gaan aanbesteden via een overheidsopdracht. Wij hebben een berekening gemaakt wat de maximale renovatiekost zou mogen zijn. Hoe hebben wij dat gedaan? Dat is door bij het sociaal verhuurkantoor hebben wij een navraag gedaan van hoeveel is een huurprijs voor bijvoorbeeld een appartement met 1 kamer, met 2 kamers of een eengezinswoning. En die huurprijs hebben wij dan maal 9 jaar gedaan. En zo zijn we dan gekomen tot wat zouden wij maximaal gaan kunnen uitgeven en wat kunnen wij terugverdienen in die termijn van 9 jaar. Dan komen we op een maximale renovatiekost tussen de 41.000 en de 60.000 euro. En dat is exclusief een jaarlijkse terugbetaling van onroerende voorheffing aan de eigenaar. Want de eigenaar zal die onroerende voorheffing terugbetaald krijgen van de stad, omdat zij het beheer niet hebben over die woning. Moest die kost hoger liggen, dan gaat die periode van sociaal beheer ook langer worden. Nadat de werken zijn uitgevoerd, gaat er ook een conformiteitsonderzoek worden uitgevoerd met oog op aflevering van een conformiteitsattest, zodat die woning, dat we zeker weten dat die woning helemaal in orde is voordat die sociale huurder zijn intrek neemt in die woning. Die woning zal dan verhuurd worden via het SVK voor 9 jaar, minstens, eventueel langer. En bij beëindiging van sociaal beheer zal het eventueel batig saldo uitbetaald worden aan de eigenaar en gaat uiteraard ook die overschrijving in het register van de hypotheekbewaarder worden beëindigd. Hoe komt het sociaal beheersrecht tot zijn einde? Ofwel na afloop van termijn, wanneer de kosten zijn terugverdiend, maar dat kan ook vroeger gebeuren, ofwel door de stad. Zolang dat er geen werken zijn uitgevoerd door de stad, kan de stad beslissen, wij gaan toch niet verder met die woning, wij gaan sociaal beheer stopzetten. Door de eigenaar kan ook het sociaal beheer vroegtijdig beëindigd worden, wanneer de eigenaar de kosten die gemaakt zijn gaat terugbetalen aan de stad. Dat zijn niet alleen de renovatiekosten, maar dat zijn ook de beheerskosten. Anders zou het maar al te makkelijk zijn om te denken, de stad gaat maar mooi mijn huis voor mij gaan renoveren. Ik betaal het allemaal terug en dan heb ik mijn woning terug. Nee, het zijn dus de renovatiekosten, maar ook beheerskosten. En wat valt daaronder? Dat zal moeten becijferd worden op dat moment. Maar dat gaat dan bijvoorbeeld ook personeelskosten zitten daar dan ook onder. Dus hoeveel dat de ambtenaren daar tijd in dat dossier hebben moeten steken of voorbereidingswerken door onze woningcontroleur die meetstaat opstelt, die kosten worden daar ook allemaal bij geteld. De eigenaar zal, als hij het sociaal beheer wil gaan beëindigen, zal die ook een huurcontract moeten aanbieden aan de huurder die erin zit en de huurprijs mag maximaal 120% van de huidige huurprijs zijn.
Vervolgens zullen wij, nadat wij het sociaal beheer hebben toegepast op één woning, zullen wij ook eens gaan evalueren hoe dat alles verlopen is. Of dat we het gaan herhalen in meerdere woningen, of dat we onze aanpak moeten gaan bijsturen. Want zoals Schepen Engelbos ook al heeft gezegd in het begin, wij zijn een van de eerste steden en gemeenten die hier effectief werk van gaan maken. Leuven is er ook mee bezig, maar voor zover wij weten staan ze nog niet op hetzelfde, staan ze nog niet even ver dan ons. Dus vandaar zal het, het is voor iedereen hè, de eerste stappen die dat we nu gaan nemen. Omdat er ook nog niet zoveel gebruik is gemaakt van sociaal beheer, of zelfs niet, kunnen we ook heel moeilijk inschatten wanneer een eigenaar in beroep zou gaan tegen die beslissing. Wat dat daar dan de uitspraak van gaat zijn van de minister, is ook heel moeilijk in te schatten. We hebben dat bij Wonen Vlaanderen ook nagevraagd, van in welke gevallen zal dat beroep aanvaard worden of in welke gevallen gaat dat niet aanvaard worden. Wonen Vlaanderen zegt zelf, er zijn geen precedenten, dus we weten het nog niet. Dat zal allemaal moeten blijken wanneer het zover is. Dus vandaar zal een evaluatie zeker wel nuttig en nodig zijn na de eerste woning die in sociaal beheer genomen is. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Dit was de presentatie. Ik kan ook de presentatie stoppen, dat we elkaar terug kunnen zien. Ja, collega's, zijn er vragen? Dank u wel, mevrouw Bogart. Bedankt voor de uitleg. Helderend. Zijn er vragen, collega's? Excuseer, het micro stond uit. Peter van Dam, zie ik zijn handje. Alsjeblieft, aan u het woord. Ja, goedenavond. Bedankt voor de uiteenzetting. Zeer verhelderend en ik ben zeer verrast. Ik vind het geweldig eigenlijk dat dit mogelijk is. Ik vraag me alleen af zo, toegang verschaffen tot zo'n woning, hoe doet je dat? Doet je dat met een deurwaarde? Mogen je daar het slot forceren? Of ik kan me dat moeilijk voorstellen hoe je zoiets doet. Wij hopen natuurlijk op de medewerking van de eigenaars, maar als ze dat niet doen, kan de burgemeester een toegangsbevel uitvaardigen. Ja. En als hij met dat toegangsbevel inderdaad nog altijd niet wil opdoen, in echt het allerslechtste geval, kan er met zo'n toegangsbevel wel via de politie en een slotenmaker toegang verschaft worden. Ja. Dank u, collega Moers. Goedenavond, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Goedenavond iedereen. Ja, ik sluit mij aan met de woorden van collega Van Dam. Een lovenswaardig initiatief, absoluut. Ik hoop ook dat het in concrete ook resultaat zal geven. Ik ga alleszins 15 oktober 2022 in mijn agenda aankruisen, zoals ik dat gedaan heb met het register van leegstand van handelshuizen, voor te zien wat het resultaat over een jaar zal zijn. Maar alleszins positief initiatief. Dank u. Nog ergens iemand? Ik zie voorlopig geen handjes. Nu, dat mag ook een zes schepen. Dossiers die een grote gedragenheid hebben. Hè? Ja, en dank u wel daarvoor, collega's. Ik denk dat we allemaal op dezelfde lijn zitten. Hè. We weten allemaal dat leegstand, en zeker leegstand die kan vermeden worden en door de eigenaars dan niet wordt vermeden, dat we daar moeten tegen optreden. Ik denk dat dat geen zaak is van partijpolitiek, maar dat we daar allemaal wat zelf over denken. En in alle eerlijkheid, collega's, ik weet vandaag ook niet wat het zal geven. Wij gaan vandaag die eigenaars allemaal aanschrijven, dus we gaan er waarschijnlijk een hele hoop reacties op krijgen. En ik hoop vooral dat aanschrijven van die eigenaars ook een automatisch effect heeft naar die eigenaars, dat die zelf in gang schieten. Want ik wil niet zeggen dat we maar één of twee woningen misschien deze legislatuur kunnen in beheer nemen, dat er door ons schrijven en onze start van dat sociaal beheersrecht niet 10 andere eigenaars in gang zijn geschoten en eindelijk zelf eens iets met die woning doen. Dus ik beoog vooral ook dat effect. Dus ik denk dat het logisch is dat we daar op een bepaalde manier allemaal achter staan. Hè. Maar ik kan vandaag ook geen enkele garantie geven hoe dat we daar gaan eindigen met het sociaal beheersrecht. Maar goed, het is een initiatief wat we nemen. Oké, dank u wel. Van Dam, Peter, collega, even nog een vraag, alsjeblieft. Ja, inderdaad, het lijkt me ook moeilijk om in te schatten hoe dat gaat lopen. Dat kan goed lopen, kan slecht lopen. Maar als iemand aangeschreven wordt, en daar heb ik ook wel een beetje schrik voor, ik weet niet hoe we dat kunnen opvangen, en die gaat
beginnen met de aanvangswerken. En die kan bewijzen dat hij een offerte heeft aangevraagd of wat. Hoe lang kunnen we dat uitstellen? Dat we zeggen, ja, kunnen we dat controleren of die daadwerkelijk dat van plan is of daadwerkelijk dat gaat doen? Ja. Om dat effectief te gaan controleren voor al die panden, ja, dat gaat moeilijk zijn. Maar uiteraard, ze blijven wel opgenomen in de registers. Hè, wanneer zij niks doen, dan krijgen zij ook weer elk jaar die belasting. Dus het is uiteindelijk ook maar in hun voordeel dat zij van die registers afgeraken. De belasting wordt ook elk jaar hoger en hoger. Dus ik kan mij niet inbeelden waarom dat een eigenaar graag op zo'n register wil blijven staan. Maar om dat echt concreet voor alle panden in de gaten te houden, dat zal moeilijk zijn. Ja, oké. Collega Hilde Vissers heeft nog een vraag. Hilde, goedenavond, alstublieft aan u. Ja, Hilde. Ik hoor Hilde niet. Zou ze haar micro opstaan hebben? Nee, Hilde, uw micro staat niet op als je een vraag wilt stellen. Nu wel misschien. Ja. Nu wel, voilà, nu horen we je, alsjeblieft. Ja, ik wilde even vragen, die mensen die zo'n woning eventueel zullen betrekken, vallen die dan onder het sociaal huurstelsel van sociale woningen? En, want die hebben ook zekere aftrekken met bijvoorbeeld iemand die invalide is, krijgt vermindering op de huurprijs. Dat zal dan ook zo zijn daar. Ja, dat wordt eigenlijk een reguliere huurwoning van het SVK. En wordt behandeld zoals alle andere SVK-woningen. Oké, dank je. Ja, mag ik eventjes tussenkomen? Wat Hilde bedoelt is dat de huurprijs in functie zal zijn van het inkomen, maar dat geldt dan niet voor deze woningen, want dat is het principe van een sociaal verhuurkantoor. Nee, ik bedoel de aftrek die ze eventueel kunnen krijgen, ja. Voor hun validiteit en zo. Jawel, hè. Daar ken ik eerlijk gezegd niks van. Ik kan begrijpen dat moeten voldoen aan een bepaald inkomen, zeker. Ja. Die een sociale woning krijgt, die kan aftrek krijgen wegens invaliditeit. Krijgt die er aan woning invullen? Dan krijgt die vermindering op zijn huurprijs wegens invaliditeit. Dat bedoel ik eigenlijk. Zou dat kunnen krijgen? Nee. Het SVK huurt die woning in, net zoals ze alle andere woningen inhuren. En dus die kandidaathuurders zijn ook dezelfde, die aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen en die dezelfde kortingen kunnen krijgen zoals de andere huurders. Dat wordt eigenlijk gewoon opgenomen in het patrimonium van het SVK, zoals alle andere woningen. Ja. Oké, dank u Hilde. Nog ergens iemand? Een vraag? Nee. Ik zie geen handjes meer. Mevrouw Bogaerts, collega's van mevrouw en van ons en Schepen, dank u wel. Schepen, wilt u nog iets afrondend zeggen of... Nee, dank u wel allemaal voor de positieve insteek en de positieve steun. Voilà, dank u wel. We zien elkaar op de gemeenteraad waarschijnlijk, of vele keren ervoor. Tot ziens. Groetjes, hè. Goedenavond. 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 Dag. Goedenavond.